Hey, welkom in een nieuwe video waarin dat ik met jou even wil hebben over wat veel mensen noemen de donkere nacht van de ziel. Want met de nieuwe activaties en de aarde die opnieuw haar energie verhoogd heeft, worden veel mensen in die donkere nacht van de ziel geduwd. En voor veel mensen is dat ook niet echt duidelijk wat er dan aan de hand is. Wat je mag verwachten en vooral hoe je er weer uit geraakt uit die donkere nacht van de ziel. Want op dat moment word je geconfronteerd met schaduwkanten van jouw leven. Want wat gebeurt er eigenlijk? Hoe meer dat er licht in je leven komt en hoe bewuster dat je bent van welk deel dat er nog in het donker ligt. Je kunt het vergelijken met dat je in een kamer bent. En je had altijd maar één zaklamp bij je en was altijd maar gericht op één kant van de kamer. En plots steekt er iemand het licht aan en zie je dat er nog veel meer in die kamer is. En dat is eigenlijk hetgeen wat er ook werkt wanneer je bewustzijn verandert. En dat is eigenlijk ook hetgeen dat je ziel vraagt. Dus je ziel weet dat er dingen zijn waar je je nog niet bewust van bent. En je ziel vraagt om je de weg te gaan naar dat donkere. En ik weet dat het heel beangstigend is wanneer je die richting die nacht, die donkerte stapt. Omdat je totaal geen idee hebt wat je daar gaat tegenkomen. Wat je moet verwachten. Of dat je je angsten mag vertrouwen of niet. En geloof me, ik weet hoe dat het voelt. Want de afgelopen jaren, in 2008 ben ik meer bewuster geworden over de energieën die rond mij heen zaten. En 2008, eind 2008, zie ik ook voornamelijk als het punt waarin dat ik zelf ook wakker geworden ben. Of nog wakkerder geworden ben. Dus ik weet heel goed hoe dat voelt. Omdat ik de afgelopen jaren meerdere keren door zo'n donkere nacht van de ziel gegaan ben. Telkens op een dieper level richting de vlam van mijn ziel. En wat gebeurt er de eerste keren dat je in die periode van ontwaking komt? Dan voel je je eerst in de steek gelaten. Je voelt je onbegrepen, je voelt je alleen. En ik voelde me eigenlijk wat het slachtoffer van alles wat er verkeerd ging. In mijn leven, in het leven van anderen. En zelfs eigenlijk op dingen die verkeerd gingen op de aarde. Hè. Ik vroeg me af wat ik verkeerd gedaan had om in zo'n donkere, uitzichtloze periode van mijn leven terecht te komen. Want wat ik ook probeerde, er was altijd wel weer iets nieuws die op mijn pad kwam, waardoor ik het gevoel had dat ik vast zat. Maar eigenlijk is dat een illusie. Je zit nooit vast. En dat is ook het begin, die donkere nacht van je ziel, waarbij dat de illusies die je hebt in je leven duidelijker gaan worden. En uiteindelijk zullen die illusies ook oplossen en zullen ook duidelijk worden waarom dat er bepaalde dingen moesten gebeuren in jouw leven. En jouw wereld gaat veranderen, is aan het veranderen en dat komt omdat je bewustzijn aan het verschuiven is. Nu, op dat moment verliest jouw ego meer en meer grip op jouw leven. En jouw ego is eigenlijk hetgeen dat gaat gaan panikeren. Waardoor je heel vaak diepe angsten voelt naar boven komen. Trauma's en emotionele ballast. Wordt ook getriggerd door verschillende mensen in jouw leven. Sommigen wat dichter bij jou, sommigen wat verder van je af. Hè. Dus dat kan gaan van je partner tot je kinderen, tot je ouders, maar ook collega's en gewoon mensen in de straat, dat je het eigenlijk niet zo nauw band mee hebt. Maar dat is allemaal de bedoeling. Die zijn er allemaal om jou te tonen wat dat er nog niet in balans is. En waar dat er eigenlijk misschien nog een illusie is. Of waar dat er eigenlijk nog een sleur over ligt. En soms zou je zelfs merken dat vriendschappen en relaties ook veranderen. En in het begin vond ik dat heel beangstigend. Waarom? Omdat ik altijd dacht dat dat mee lag. En dat ik me niet kon openstellen voor vriendschappen of voor andere mensen. Maar wat is er eigenlijk dat er gebeurt? En eigenlijk op dat moment wordt er een oertrauma die in elke ziel van ons aanwezig is, wordt getriggerd. Namelijk de angst om alleen achter te blijven. Verlatingsangst, zoals dat de meesten het kennen. En deze angst die stamt nog af van toen je ziel zich afsplitste van de bron. Dus van het ogenblik dat je ziel losgekoppeld werd, als ik het zo kan zeggen, van de eenheid, van de bron, is die angst er. En sindsdien is het de vrouwelijke deel van jouw ziel, de vrouwelijke energie in jou, die op zoek is naar verschillende manieren om zich weer te verenigen, om zich weer heel te voelen, om weer te voelen dat ze niet alleen is, maar deel uitmaakt van iets groters dan zichzelf. Nu,
hoe dat zielen ontwaken, of hoe dat de ontwaken begint, is heel individueel. Dat kan zijn door een ontslag, door een burn-out, depressie, een scheiding, een ongeval, een ziekte. Kan van alles zijn. Het kan eigenlijk gelijk welke situatie zijn waardoor dat jouw leven op zijn kop staat. En tijdens die periode van ontwaken ga je echt door de donkerte van je eigen ziel. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met dat je afdaalt naar de kerkers van je ziel om daar de vlam van je ziel te gaan zoeken. En uit die kerker te halen om dat in het licht te brengen. Om dat in het daglicht te brengen. Om dat naar boven te brengen. En onderweg naar die kerker, naar die diepste, donkerste plekken, kom je verschillende spiegels tegen. Waarin je gebeurtenissen zowel uit dit leven als uit vorige levens herinnert. Maar dat betekent dus ook dat je ook die pijn en die emoties daarvan gaat gaan herinneren, gaat haar beleven, gaat gaan voelen. En niet alleen dat, je krijgt ook verschillende obstakels op je pad. En je moet misschien over het skelet van een oude liefde stappen. Of moet misschien door een muur vol met spinnenwebben gaan, ondanks je angst voor spinnen. Echter alleen door die obstakels echt ook te nemen, met het, je dromen in je hart, met de visie van je dromen in je hoofd, en voor jou het beeld hebben van waar je naartoe wilt werken, dat helpt jou om je dichter en dichter bij jouw vlam te brengen. Om je dichter en dichter bij jouw ware kern te brengen. En waar hij vroeger jaren nodig had, ze spreken van 8 tot 10 jaren, afhankelijk van de keuzes die je maakt als ziel, waar je dus die tijd nodig had om tot in die kerker te komen, tot in de kader van je zijn te komen, zijn er door de hogere energieën op aarde en het volgende level dat we genomen hebben in het ascensieproces van de aarde zelf, zijn de voorwaarden voor jouw ascensie en bewustwording ook veranderd. Dat betekent dat je eigenlijk versneld door jouw proces kan gaan. Wat dat niet betekent dat daarom eenvoudiger is. Zeker niet. Want het aankijken van je eigen schaduwen is heel uitdagend. En vraagt ook voldoende tijd en ruimte om de groei die je telkens neemt te implementeren. Dus, en ook te integreren. Om die echt te integreren in je dagelijkse leven. Zodanig dat ze eigenlijk ook een stukje wijsheid worden. En net zoals in de natuur is het dus ook belangrijk om je natuurlijke flow daarin te volgen. Je lichaam geeft aan wat er nodig is. Je lichaam zal zeggen wanneer dat tijd is om actie te ondernemen en je lichaam zal zeggen wanneer dat tijd is voor een periode van rust. Net zoals je in de winter ook ziet dat de bomen hun sappen terugtrekken, de bladeren laten vallen. Niet omdat die bladeren niet meer belangrijk zijn, maar wel omdat het belangrijk is om dat los te laten, om geen energie en voedsel meer te verliezen in die bladeren. En om terug energie te hebben om het jaar daarna nieuwe bladeren te laten groeien. En dat is eigenlijk ook hetgeen dat er een beetje gebeurt in ons persoonlijke groei. We hebben perioden waarin dat we gaan oogsten, waarin we dan dingen gaan delen, waarin dat we onze energie gaan delen. Maar er is ook een periode waarin dat we in onszelf gaan keren. En dat is eigenlijk hetgeen waar je een beetje nodig hebt in die donkere nacht van de ziel. Wat kan er nog gebeuren? Dat is dat je bijvoorbeeld je eetgewoonte gaan veranderen. Kunnen veranderen. Het hoeft niet, maar het kan wel. Zo werd ik bijvoorbeeld gevoeliger voor fruit, bepaalde soorten fruit, maar bijvoorbeeld ook voor paprika's, champignons, dierlijke vetten. Als ik daarvan eet, dan protesteert mijn maag en heb ik heel de ganse nacht last van mijn maag. Sinds dat ik dat niet meer eet, dan heb ik daar bij gevolg ook geen last meer van. Dus dat is een keuze dat ik gemaakt heb om mijn lichaam op dat vlak niet langer te belasten. En dat is een keuze dat jij voor jezelf moet maken, of dat je dan luistert of niet. Maar wat ik wel weet, is dat door blokkades te transformeren op mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en biochemisch niveau, dat je ervoor zorgt dat je beter en beter ook gaat voelen, horen, zien en weten waar dat die vlam van je ziel verborgen ligt in de kerker. Want wat gebeurt er? Je talenten... En je paranormale vermogen zou ik maar noemen, hè? Dus je helderwetendheid, helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid. Kortom, tegenwoordig meer gekend als je gevoeligheid. Dat wordt versterkt, dat wordt fijner afgestemd op je ziel. En door te leren met je talenten en vermogens te werken, dus door ze te integreren, kom je meer en meer in je ware kracht. En ook al zie je je vlam nog niet op weg naar het diepste van je kerker, je kan zowel via je gevoeligheid, via talenten, horen, zien, weten en voelen. Dus dat betekent dat je de boodschappen
van je vlam, van je ziel, beter en beter gaat ontvangen. Nu ontvang je ze ook al, maar ben je er niet altijd bewust van dat dat boodschappen zijn van je ziel. En dat is eigenlijk het ogenblik waarop je instinctief ook op zoek gaat naar een logische verklaring van wat je doormaakt. Dus je voelt instinctief van dat je eigenlijk de pijn die je ervaart zo snel mogelijk wil stopzetten. Waardoor dat je gedwongen bent om op zoek te gaan. En dat maakt dan de eerste stappen in je groei richting het licht en dus eigenlijk richting je nieuw bewustzijn gezet worden. Nu, hoe meer je vertrouwt op je intuïtie, hoe meer je afstemt op je buikgevoel, hoe meer je ervaringen zal meemaken in je leven waarin je bevestigd wordt of waarin je bevestiging krijgt dat je op de goede weg bent. Dus je gaat bijvoorbeeld bepaalde keuzes maken waar dat nadien bleek dat dat eigenlijk een goede keuze was. En als je dan terug gaat gaan nadenken over wat dat er toen gebeurd is en wat dat maakt dat je die keuze gemaakt hebt, ga je merken van, tja, inderdaad, dat was een gevoel dat ik had, dat was een intuïtie die ik had, ik kon het niet echt logisch verklaren, maar het was mijn buikgevoel, zei dat, ik heb dat gevolgd en uiteindelijk bleek dat wel een goede keuze te zijn. Nu, net zoals wat alles in het leven, ga je ook in het proces van bewustwording vallen en opstaan. En uiteindelijk is het niet van dat vallen dat je veel leert, maar wel van het telkens opnieuw rechtop staan, van het door blijven zetten. Want hoe werkt het? Het leven brengt obstakels, uitdagingen en lessen op je pad, zodat je zou ontdekken wie dat je bent, wat dat je wilt en wat dat je denkt nodig te hebben. Want uiteindelijk hebben wij wezen niks nodig, maar wat dat je denkt nodig te hebben. En dat is dus aan jou of dat je de uitdagingen aangaat. Dat is aan jou de keuze of dat je kiest om te blijven waar je zit of je leven te veranderen door meer in afstemming te brengen met je ziel. En hoe dat je jouw hart kan volgen, daar heb ik al reeds video's over gemaakt, hoe dat voor mij ging of gaat. Maar om een lang verhaal kort te maken, dan is het eigenlijk belangrijk om te volgen waar dat het eerste in je opkomt. Want het eerste gevoel, naar aanleiding van een vraag, een situatie of wat dan ook, geeft je namelijk meer uitleg over wat dat je volgende stap is. Geeft je meer uitleg of dat iets goed voor jou is of dat je beter loslaat. En doorheen die donkere nacht van de ziel ga je ook meer en meer leren over jouw grenzen. Want er zijn niet alleen grenzen op fysiek niveau, maar die zijn er ook op emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Dus het is belangrijk om daar ook besteld te staan en ook te gaan kijken van wat dat er eigenlijk dan is. Nu, ik vertelde je al over de vrouwelijke energie in jezelf, maar dat is niet het enige. We zijn niet alleen maar vrouwelijke energie. Ook niet als mannen zijn niet alleen maar vrouwelijke energie. Er is zowel mannelijke als vrouwelijke energie. En daarom is het ook een leven of een wereld in dualiteit. Om beide aspecten te ervaren. Dus ook in jou is er zowel mannelijke als vrouwelijke energie aanwezig. En doorheen dat proces van die donkere nacht van de ziel, van je bewustwording, wordt ook die mannelijke energie getriggerd. Met als doel meer en meer in balans te komen. Zodat uiteindelijk zowel je vrouwelijke als je mannelijke energie perfect en leren in perfecte harmonie samen te werken. Want je hebt beide harmonie. Je hebt beide energie nodig om in balans te komen in jezelf en om van daaruit eigenlijk te kunnen gaan manifesteren in het in deze 3D-wereld. Ik heb een verschillende blogjes daarover geschreven. Dus kijk gerust eens op mijn website. Als je daar meer wil over weten, over die mannelijke en die vrouwelijke energie en hoe dat die eigenlijk samenwerken. Want wanneer je dus die energie en balans zijn in jezelf, ga je nog veel beter je ware essentie, dus eigenlijk die vlam waar dat we naar op zoek naar waren, ga je die naar boven kunnen brengen. En je leert meer en meer ook hoe dat je vanuit die eenheid, die dan in jezelf ontstaat, hoe dat je van daaruit jezelf in de wereld kan gaan realiseren. Hoe dat je van daaruit jezelf kan gaan tonen aan de wereld. En op die manier ga je ook elke dag meer en meer ervaren hoe dat je deel gaat gaan uitmaken van iets dat groter is dan jezelf. Meer en meer ga je ook voelen dat het eigenlijk maar enkel onvoorwaardelijke liefde is dat er heerst op aarde. Ook al zie je nu heel veel andere dingen verkeerd gaan. Maar je krijgt maar pas meesterschap over je leven als je al die dingen, als je bewustzijn verkregen hebt over al die dingen. Via zelfliefde, via zelfacceptatie, via zelfvertrouwen en uiteindelijk zelfrealisatie, waarbij je essentie de wereld inzet, ga je meer en meer die vlam van je ziel gaan belichamen in het leven.
in deze incarnatie. Dat betekent dat je eigenlijk meer en meer je hogere delen van jezelf, die nu in de hogere energieën bestaan, ga je meer en meer gaan ankeren in je huidige lichaam. En dat is uiteindelijk hetgeen, dat is een ascensieproces. Het is niet zo dat wij gaan opstegen naar de hemel of naar weet ik waar. Het is dat je hogere delen meer en meer gaan indalen in je fysieke lichaam. Ik heb ook al een blog geschreven over wat is ascensie. En ik geloof dat er ook wat video's ondertussen daarover zijn. Dus kijk zeker ook eens naar de andere video's die in mijn vlog hier op mijn kanaal staan. Dus wat gebeurt er dan? Doorheen je bewustzijnsproces ga je ontdekken wat jouw unieke trilling is. Want we zijn allemaal energie en een energie trilt, heeft een trilling. En je gaat dus ontdekken wat die unieke trilling is, jouw individualiteit. Los van de overtuigingen en waarden van familie of van de maatschappij. Dus je gaat gaan echt gaan kijken en gaan voelen van wie ben ik. En op deze manier veranderen we de bestaande templates op een heel diep niveau. Want verandering ontstaat niet van buiten naar binnen. Verandering, ook in de maatschappij of van de maatschappij, ontstaat van binnen naar buiten. De wet, een van de wetten van het universum is dat de buitenwereld eigenlijk een afspiegeling is van je binnenwereld. Sorry daarvoor, ik ben vergeten mijn gsm op stil te zetten. En uiteindelijk is dat ook hetgeen waar dat we hier eigenlijk voor gekomen zijn. Voilà, ik heb dat nu gedaan. Waar dat we hier voor gekomen zijn. We zijn hier gekomen om de templates, de structuren zoals we ze al jaren en eeuwen kennen, om die te gaan veranderen. Omdat we samen een nieuw leven aan het creëren zijn. Een nieuwe maatschappij vanuit de hoger bewustzijn. Namelijk vanuit die 5D, zoals dat iedereen wel al over gehoord heeft, waar dan liefde, eenheid en overvloed de norm zijn. En dat is uiteindelijk het enige doel van die donkere nacht van de ziel. Dat jij ook meer bewustzijn krijgt over wie dat je bent, en dat je ook bewuster wordt van dat er meer is van wat jij nu alleen maar in jouw leven ervaart. Er is veel meer aan de hand dan je ontslag, je burn-out, je ziekte. En ik weet, het lijkt misschien moeilijk om je focus ervan weg te halen, maar weet dat je wat je nu misschien doormaakt of doorheen maakt, dat dat enkel maar de trigger was om de poort te openen naar je nieuwe leven. Nu, moest je hulp of ondersteuning nodig hebben in jouw bewustwordingsproces, weet dan dat je op verschillende manieren met mij kan samenwerken. Dat kan via reading zijn, een channeling, healing of een coaching sessie. Kijk gerust in het blokje, of de, hoe noem je dat? Blokje, de teksten hieronder, de video. En dan zie je wel op welke manier wij kunnen samenwerken. Maar weet dus dat je gewoon op weg bent op zoek te gaan naar wie jij echt bent. Te gaan ontdekken wie jij bent. Te gaan uitzoeken wat dat jouw waarheid is, los van wat dat anderen allemaal denken. En dat je niet de eerste bent die dat pad loopt. Er zijn er veel mensen voor jou afgegaan. Ik ben er een voorbeeld van. En het komt allemaal goed. Vertrouwen. Ik wens je veel liefde en licht. En ik hoop je hoog te ontmoeten. Of je te mogen ondersteunen op jouw pad. Liefs. Daag.